Nijmegen wordt de komende 9 jaar een uniek woonconcept getest. Het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat biedt op 8 verdiepingen 117 kleine kamers aan voor verhuur. Ronald Leushuis van wooncorporatie Thales is apetrots op de binder, zoals de naam van het gebouw luidt. Ja, ik ben met name heel erg blij dat dit concept er is, omdat het een toevoeging is op de Nijmeegse woningmarkt. We hebben nog niet zo heel veel gebouwen waar we met tijdelijke huur werken. We hebben hiernaast ons Nimbusgebouw staan, daar doen we dat ook voor 5 jaar. Hele andere doelgroep. En wij zien wel dat er behoefte bestaat aan tijdelijke woonruimtes voor mensen die gaan scheiden, jongeren, allerlei type mensen die nu zorg hebben, maar die eigenlijk niet in zo'n zorginstelling thuis horen, waar we nog niet echt passende huisvesting voor hebben. Maar daar is zo'n tijdelijk concept als wat we hier doen waarschijnlijk een hele goede toevoeging voor. En daarom ben ik eigenlijk heel erg blij dat dit gebouw er nu is, dat we dat eigenlijk kunnen gaan ontdekken. Door middel van intakes worden potentiële bewoners gekeurd. Een nieuwe bewoner moet volgens wethouder Bert Vrinks als zorgvrager of als zorgdrager dienen. Ja, dat wordt een heel spannend verhaal. De eis die we in ieder geval hebben aan alle mensen die hier komen wonen, is dat ze overdag iets te doen hebben. Dus of studeren, of werken, of in een dagbestedingstraject zitten. Maar je gaat hier niet de hele dag ledig zitten wezen. Dus dat is aan de voorkant van belang. Dat doen we ook bij de intake checken. En voor de rest lopen mensen door elkaar alsof ze in een studentenhuis wonen of in een niet zelfstandige woonruimte met elkaar moeten delen. Bijzonder is natuurlijk dat ze de keuken en de solliciterende voorzieningen moeten delen, want we praten hier over kamers. Delegaties van de gemeente Nijmegen en Thales hebben een bezoek gebracht aan diverse steden. Daar bekeken ze de voor- en nadelen van deze magic mix. Nou ja, eigenlijk heel veel diversiteit. En we hebben geprobeerd eigenlijk te leren in de steden waar we hebben gekeken, van Rotterdam, Dordrecht, Utrecht. En eigenlijk een beetje wat wij denken dat we hier anders doen dan in andere steden, is dat we op een andere manier de toewijzing doen in combinatie met het beheer. Er zal hier vanuit Thales straks 7 dagen in de week, 10 uur per dag, iemand aanwezig zijn om voor dit gebouw eigenlijk op een goede manier ervoor te zorgen dat mensen hier kunnen wonen. En dat in combinatie met de toewijzing, een deel via entree, gewoon vrije toewijzing, waar mensen gewoon via het systeem van woningtoewijzing op kunnen reageren. In combinatie met mensen die vanuit zorginstellingen via het sociaal wijkteam hier geplaatst gaan worden. En eigenlijk die combinatie maakt dat wij er heel veel vertrouwen in hebben dat dit op een hele goede manier gaat lopen. Maar het blijft natuurlijk wel een beetje spannend.